Hallo, ik ben Mark van Huismaakmakelaars. Vandaag laat ik jullie een bijzonder huis zien. Sporingsweg 18, een huis gebouwd 1986. Groot huis, toplocatie. Voor mij heel bijzonder, ga ik je zo vertellen. Kom. Ja, wat dit huis voor mij zo bijzonder maakt, is dat het destijds gebouwd is door het bouwbedrijf van mijn vader. 1986. Ze hebben hier eigenlijk al die tijd gewoond. Het is mijn ouderlijk huis. En, het is een groot huis, ruim 240 vierkante meter. Vier slaapkamers, groot perceel, mooie tuin. Ik laat je graag zien. Nou, bij zo'n groot huis verwacht je ook een royale woonkamer. Nou, dit is echt een royale woonkamer. Mooi ook met veel daglicht erin. Je kunt een grote zithoek kwijt. En een mooi detail is ook het plafond, wat enigszins verlaagd is met indirecte verlichting. Ja, nu een shot naar de andere kant van de woonkamer. Kun je prima een grote eettafel kwijt. In het verleden zijn de tuindeuren verwijderd, is de opening vergroot en is er een grote tuinkamer aangezet. Dat is echt een super fijne plek, want je hebt mooi daglicht. Ochtendzonnetje komt daar ook binnen en je kijkt prachtig in de tuin. De keuken ligt centraal in het huis. Veel kastruimte, veel werkruimte. Kook op inductie, oven, magnetron. Tafeltje om te eten. En wat fijn is, hiernaast zit de bijkeuken met een grote vaste kast. En daar zit een deur en die brengt je naar een kelder. Een grote kelder onder de keuken op staarhoogte. Ideale wijnkelder. Aan de voorzijde van het huis zit deze extra kamer. Kantoortje, fijne werkplek. Ook omdat je mooi zicht hebt op de straat. Ja, en dan gaan we boven kijken. Zie je die trap? Prachtige vide. We gaan snel boven kijken. Op de eerste verdieping hebben we vier slaapkamers. Dit is de master bedroom. Een hele grote kamer. Twee zijden daglicht. Veel inbouwkasten. En wat ook fijn is, je hebt vanuit hier heb je een directe toegang naar de badkamer. Nou, de badkamer is ook weer ruim van formaat. En compleet. Er zit een bad in met bubbels. Er zit een grote douchehoek in met zelfs twee zitbankjes erin. Mooi meubel met een dubbele wastafel en een bidet. Nou, slaapkamer 2 heeft ook een hele mooie afmeting. Fijn is dat je hier ook nog extra bergruimte onder de kapschuin hebt. Slaapkamer 3. Slaapkamer 4. Ook weer echt een heel mooi formaat met inbouwkasten. Hierboven zit een gedeelte met een plat dak, zit een lichtkoepel in. En vast kastruimte aan die kant. En er zit zelfs een wastafel in en een infrarood sauna. Nou, als kers op de taart hebben we deze ruimte nog. Dat is eigenlijk de voormalige garage. Die is geïsoleerd, verwarmd. En er zit eigenlijk een dubbele set deuren in. Dus de dichte deuren zitten nog ervoor. Maar daarachter zijn dubbele deuren met glas gemaakt. Waardoor je lekker veel licht hebt. Ja, het werd nu gebruikt als atelier, dan wil je veel licht, maar het zou misschien ook een fijne werkplek kunnen zijn. Ja, en die tuin. Het perceel is ruim 1000 vierkante meter. Heel verzorgd. En ja, je zit hier echt prachtig in het groen. Het is een mooi perceel, een mooie tuin. Nou ja, wat heb ik gezegd, hè, over die tuin? Kijk eens hoe mooi groen. Hè, het is een... Je hebt een groot stuk gras, je hebt hier mooie wat verhogingen met echt volwassen beplanting. Hij ziet er super verzorgd uit. Ook mede oorzaakt, er zit een automatisch beregeningssysteem in. Voor zowel het gazon als op verschillende plekken in tussen de planten. Dus dat wordt eigenlijk allemaal automatisch wordt dat van water voorzien. Hier heb je een leuk prieeltje. Ja, en hier lag vroeger de vijver, dat weet ik uiteraard nog. Maar die hebben we toen weggehaald voor de kleinkinderen en hier een mooi groot terras gemaakt. Nou, vind jij dit ook zo'n bijzonder huis en ben je verder geïnteresseerd? Maak een afspraak en laat ik het jou kort termijn zien.